even bij de bel, jongen. Die paas staat nu in de taal. Goedemorgen. 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 Carlos, Amstelveen, daar heb ik natuurlijk ben ik ook burgemeester. Daar was ook voor mij, en ik was de eerste niet zo deftige burgemeester. Okay. Carlos was burgemeester van Amstelveen. Carlos van Uffort. Wat leuk is ook om te melden, dat we gelijk een lijstering gemaakt. Ja. Want we mochten geen bewoners uitnodigen. Nee, veel. En we hebben gisteravond en vanmorgen hebben we hier een Facebookpagina van de burgemeesterbuurt. Ja. En hebben we ook aangegeven dat u het kan openen. Okay. En dus we hopen dat er ook veel gekeken wordt op de lijststream. Okay. Waar moet ik nu naar zwaaien? Dat is van Jeffrey, die heeft het traject ook dag Jeffrey. Gedraaid. Hoi, wie bent u? Oh ja, ja, hij is van Kijkland. Ik ben Jan. Die heb jij, hè? Want als we uit de zon ben, dan doe ik me gewoon. Nee, ja, maar goed, dat kun je ze vragen. Ja, dat gaat niet kleine zoon of een kleine dochter. Nee, dat is wel leuk. Rappel is de buurt, toen is hier eigenlijk de hoofd in de buurt. Oké, maar het boekje heet Burgemeesters. Ja, dat is de openlijke taal. Goedemorgen. Morgen. Leuk dat jullie hier zijn. Net hebben gewacht. Nou, dat is prettig. De burgemeestersbuurt is kun je rustig al doen. Ach, hier maar vast de straat uit voor je eigen naam. Ja. Ik kan niet misgaan. Op leeftijd. Is ook een mevrouw of is een dochter? Goedemorgen. Goedemorgen. Okay. Dag meneer Dirk Zwager, ik ben Jan van Zanen. Ja. Ik ben burgemeester van Loosduinen. Van Loosduinen, ja. Kijk, ik zal nooit de haar zeggen hoor. Ik ben echt oude Loosduinen. Echt oud? Hoe oud of hoe jong? 81. 81. En of echt van het begin af aan hier? Ik ben hier geboren in de supergrond en zo, ja. Want u heeft ook uw vader. 3 februari 45 gebombardeerd. Ja. En daar is mijn vader bij getroffen. Ja. Ja. En in 48 zijn we teruggekomen, opgebouwd. En onafgebroken ingebouwd? Ja, ja. Nou, dat 3 jaar na natuurlijk, van 45 tot 48 natuurlijk. En, toen, meneer Hovi, dat was de laatste burgemeester van Loosduinen? Ja, ja. Dit is wel heel mooi, hè? Ik krijg wel een aangrijpend verhaal. Ik heb het ook al bekeken, het is zeer de moeite waard. Ik vind het ook een heel leuk idee. Ja. En toen jullie het idee hebben bedacht en aan mensen gevraagd, hebben jullie nog foto's? Kwamen dus 500 foto's binnen. Zo wel, ja. Geweldig, hè? Nou, goeiedag. U krijgt het eerste exemplaar, het mooiste exemplaar. En ik zet er straks mijn handtekening in, toch? Hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Hartstikke bedankt. Hartstikke mooi. Wat is het geheim van Loosduinen en van de burgemeestersbuurt? Nou, vroeger was hier natuurlijk één grote familie, waar ik het doe. Eén grote familie. Als er iets gebeurd was, een ziekte of wat ook, iedereen wist van elkaar af. Ja. 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 En nu is het een beetje een grotere familie? Of? Ja, je zijn elkaar gedacht, maar vaak weet je geen zijn namen van elkaar. Helaas, jammer. Ja, goed, ik heb hier leuke buren omheen en zo. Die, maar, ja. En die let ook een beetje. En ik hoorde dat uw dochter er ook was. Ja, mogen we die zien? Vanwege corona lopen. Dag dochter. Wat een kranige vader. Ja, zeker. Heel trots en leuk dat u er bent. Haal van papa.
dat is toch wel het verhaal van de familie, denk ik. Ja, het is een verhaal van de familie. En de foto van het gebombardeerde huis hangt ook altijd, zolang ik weet... Staat erin, hè? Staat erin. Ja, maar, en het is natuurlijk een bizar verhaal. Dat bizarre familieverhaal. Hartstikke bedankt. Ja. Graag gedaan. Ja. Wil je nog iets zeggen of iets vragen? En heel erg bedankt aan de mensen die het hebben gemaakt, die het hebben bedacht. Aan de woningcorporatie, Stedion zag ik, maar dat moeten ze misschien allemaal noemen. Zullen we dat nog even doen? Voor goede reclame, hè? Doen we het volgende keer weer. Kijklab, de gemeente, Vestia, Stedion en Haag Wonen. En heeft iemand er nog een speciaal? Met dank aan Hans Klok, Riet van der Spek, Nel Smit, Riet en Klaas Persoon. Oh ja, ja. Je kent ze allemaal, het is een grote familie, hè? Ja. Corrie Hoekstra van Vuurde. Ja, ja. Arie Dirkswagen, dat bent u. Ja. Johannes Alewiska, dat is een Alewiska, mooie naam. Ja. En alle andere buurtbewoners die actief hebben meegezocht en gespit in de geschiedenis van de burgemeestersbuurt. Ja. Nou zei net iemand, ik weet niet wie het van jullie was, ze noemden het eigenlijk de Hovi-buurt. Yes, ja. Ja. Dus, maar jullie weten wel waar het over gaat nu, als het boekje burgemeestersbuurt heeft. Ja, goed. Dat was vroeger de Hovi-buurt en zo natuurlijk. Ja, naar de zee de buurt en meer. Ja, een bepaalde wijken. Zeehelden, dat is toch een hele andere slag dan burgemeester. Ja, dat wel natuurlijk. Ja. Zo je burgemeesterbuurt. Ja, dat komt weer helemaal tevoorschijn. Zo allemaal. Ja. Want voor uw moeder moet dat toch ook verschrikkelijk zijn. Jonge vrouw. Mag je nagaan toen de bombardement van Vaderdag Klerp staat. Ja, ik heb het voor vertellen, maar als je denkt, ik ken die persoon, ja, man leeft niet meer. Klootzak. Onbegrijpelijk. Sorry, dat is mogelijk, jongens. Dat is mogelijk. Ja, en het komt weer bij u boven ook. Ja, een paar dagen kom je alleen maar boven. Ja. Ja. En als het dan mei is, dan denkt u natuurlijk ook aan, hè? Dat is natuurlijk. Februari. Als februari, nee, maar als het mei is. Ja, dan dat rijden. Ja. Dus dat is alleen aan het rijden in de auto. Mooi. En goed dat u erover kunt vertellen dat we het horen. Hè? De nieuwe generatie moet het horen. Doorgeven, ja. Ja, inderdaad. Ja. En die? Ik zeg het weer. Plekken zijn er. Ja, een paar dagen daarna. En daar op het dak, dus hebben ze een verhoging. Ja, dat is pas vrij recent hoor. Het is te koop, ik ben nog op zoek. Oh ja. Een leuk buurtje. Oh, zeker ja. Mustafa, ik loop nog steeds. Ja, wij gaan voort opzetten. We doen het samen. Oh. Hij komt bij elkaar. Even kijken. Wie wil jij met hem? Ja. Van die auto. Een heel mooi blauw koord. Dat is geheel en al toeval. Zullen we 3, 2, 1? Ja. Nou, we maken het simpel. 3, 2, 1. De collectieve trots in de wijk, hè? Ja. Een buurtje. Dolf. Leuk. Je kunt maken in deze hele koude dagen. En dat het verleden weer zo terugkomt. Dat 500 foto's toch boven tafel, boven water komen. En ik hoop dat zijn er 750 van gemaakt. Dat die bij al die mensen hier lopen duimen. En misschien die het eerder gewoond hebben. Ja, ik moet heel wat herinneringen op. Ja, dat is hartstikke mooi. Heel warm en mooi begin van februari. Oké.
Dank u wel. En bedankt. Hè. Graag gedaan. Okay. Blijf gezond. Ja, en als de dokter hou in de gaten, hè? Ja, ja. Ja. Ik ben altijd een tijdje. Ja. Dan ben ik nog wel, ja. Dank u wel. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, hè. Ja, superleuk. Ja. Mooi. Ik loop zo. Voor vandaag maken we de herinneringen van de toekomst. Ja, nou, dat is wel heel letterlijk zo. Er is een eind vorig jaar het initiatief genomen, een aantal mensen hier, van kunnen we niet onze herinneringen, die we op foto's hebben, weet u nog iets over het burgemeestersbuurtje, eigenlijk zeggen ze hier Hovi-buurtje, kunnen we dat niet verzamelen, kunnen we daar niet iets over vertellen. En er zijn dus 500 foto's binnengekomen. En, nou, dat is dus heel goed gelukt. Wat het aangrijpende is, ik heb net aan meneer Dirk Zwager, Arie Dirk Zwager, die hier vroeger net als zijn vader hier een soort van buurtsuper had, vertelde hij ook net aan mij. Daar heb ik het allereerste exemplaar van overhand. Maar dat doe ik op de plek waar begin februari 1945 een bomaanslag, dus dat er gewoon bommen zijn terecht te komen, waarbij zijn vader is overleden. En daar kan hij gelukkig over praten, zijn dochter was er ook. Maar dan is het wel, komt het verleden wel heel erg dichtbij. En dat hou je ook wel voor de toekomst. Dirk Zwager maakt het heel goed. Hij is natuurlijk gepensioneerd. Hij vond het prachtig. Het is een heel leuk boekje geworden. En daarmee breng je voor Loosduinen en voor die burgemeestersbuurtje toch het verleden weer heel dichtbij. Ja, die foto's, u heeft het boekje bekeken. Soms best wel aangrijpend. De historie komt heel dichtbij. Ja, door dit familieverhaal zeker. Hè. Het zal je maar meemaken als klein jochie dat je vader komt overlijden. Dat de bommen op je huis terechtkomen. Die foto staat er ook in. Maar wat ze ook hebben gedaan is foto's laten zien. En dan staan er mensen bij. En dan kijk je naar, met die oude foto, kijk je naar de plek zoals die er nu uitziet. Het is verleden en heden aan elkaar verbonden. Een heel slim bedacht. Loosduinen, burgemeestersbuurtje, je kunt er heel trots op zijn. Ja, is het een mooi boekje? Ja, ik denk dat kleine dingen, er zijn er 750 kleine dingen, waar opeens zoveel mensen iets warms bij krijgen. Leuke gedachten, leuke herinneringen en verdrietige herinneringen. Ja, dat vind ik heel goed. Dat een beetje warmte in deze vrieskou kan geen kwaad. En dus Loosduinen ook nog heel lang een eigen zelfstandige gemeente geweest. U bent nu burgemeester van Loosduinen in de burgemeestersbuurt. Zeker. Ook wel bijzonder. Zeker, meneer Hovi was de laatste. Eigenheid van de stad. Nou, om meneer Dirk Zwager te citeren, het was vroeger één grote familie. En dat is nu nog wel een beetje zo. En ja, dat heeft ook wel iets. Mensen zeggen ook heel graag dat ze uit Loosduinen komen. Of uit Duindorp, of uit Scheveningen. Dat kan ik me goed voorstellen. En die eigenheid die verbindt, dat kan in deze tijd helemaal geen kwaad. Hij is natuurlijk niet gepensioneerd. Maar ik heb daar ook wel het hele trieste en tragische. Ik had erover gelezen, maar nu kon meneer Dirk Zwager erover vertellen. Het hele trieste verhaal dat er in de oorlog. Bommen. Er is ook een. Ja, bommen zijn hier neergekomen op Loosduin. In ieder geval op 3 februari. En de vader van meneer Dirk Zwager is daarbij overleden. En dat is natuurlijk een tragisch verhaal. Maar daarmee komt ook het verleden wel weer heel tastbaar hier naar het heden. Het is hier wel gebeurd, hier vlak om de hoek. Hier in de burgemeester. Dat is de laatste tijd vaak in Loosduinen. Ik ben vaak in Loosduinen, want ik vind het heel erg leuk. En op woensdag ben ik hier een keer voor het eerst geweest, want toen was er een markt. Markt, leuk hè? Ja, heerlijk. Burgemeester Zalen, u bent nog op zoek naar een huis. Zeker. Heeft u wat gezien hier in de burgemeester? Ik zag er net één. Ja, kijk, je kunt er daarop kijken. Ik ben belangstellend. Maar het is nog niet gelukt en het is hartstikke duur, ook in Loosduinen, vrees ik. Wel, u graag op deze hoek. Dank u wel. Dag. Ja, ja, ja. 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 Ja